Hallo en welkom bij een nieuwe video van Caro's Kaartjes. Vandaag ga ik deze Sinterklaas tractatie maken. Hiervoor heb ik een soort van reageerbuisje gevuld met chocolademelk. Ik vind chocolademelk echt bij Sinterklaas horen. Vandaar dat ik chocolademelk in dit leuke buisje heb gestopt. Deze buisjes heten Treat Tubes. Die zijn verkrijgbaar via Stampin' Up en dus ook via mij. En je kunt ze echt vullen met allerlei lekkere leuke dingetjes. En natuurlijk kun je er een leuke verpakking mee maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de Timeless Textures stempelset. De December labels met de bijpassende labelpons. En de Sheet Music stempelset ga ik nu ook gebruiken. Want ik ga hem iets anders maken als deze variant. Omdat ik de Sheet Music heel erg leuk vind om te gebruiken. Dus laten we snel aan de slag gaan. Ik heb nodig mijn stamping trimmer, oftewel mijn snijmachine. Ik pak een vel crumb cake, zachtbruin karton. En dit snij ik af op 10,5 centimeter. Dus ik snij eigenlijk de A4 doormidden. En dan kan ik dus twee van deze houdertjes uit één A4 halen. Dan snij ik hem af 20 centimeter. En dan ga ik rillen op 7,5 centimeter, 9 centimeter en 10,8 centimeter. Dan draai ik hem in de lengte, dat zeg maar zo de lange kant is. Vervolgens een beetje meer naar het midden zetten, dat je het misschien wat beter kan zien. Leg ik hem op 4 centimeter en ga ik met mijn snijblad naar de eerste rillijn toe hier. En snij ik van boven naar beneden tot de laatste rillijn. En dat doe ik ook nog een keertje op 6 centimeter. Die kan heel even aan de kant. Dan ga ik mijn rillijnen vouwen. Dit wordt zo het boekje. En dan vouw ik deze zo dubbel. En die ook. En dan zie je dat je dan een opstaand randje krijgt. Nu ga ik dit randje alvast vastplakken. Dit kan je met tape doen. Maar ik gebruik de al vertrouwde Tombowlijn. En dan pak ik even mijn vouwbeen. Dan plak ik dit even goed vast. En dan heb je eigenlijk al je dingetje klaar voor je reageerbuisje. Zo simpel is dat. Met rood karton maken we een mat. Deze mat. En die meet, eens even kijken hoeveel was het ook alweer. Ik snij hem even af op 10 centimeter. Zo. En dan op 7. Dat is de goede maat. Dus 10 centimeter bij 7. Ik heb twee matten. Dan ga ik ook nog wat wit papier snijden om op te stempelen zometeen. Hiervoor gebruik ik het Whisper White papier. Omdat dit gewoon het mooiste werkt, vind ik zelf. Hier, omdat het papier wat gladder is, krijg je mooie stempelafdrukken. Ik snij hem af op 9,5 centimeter. Niet te hard op je mesje drukken. Dan krijg je een mooie crispy snijrand. Bij 6,5. Dit klopt niet. Kijken. 9,5. Bij 6,5.
moet ik het wel goed doen. 9,5 centimeter bij 6,5 centimeter. Ik had hem natuurlijk zo moeten leggen. Zo. Dat zijn er twee. Dan kan het leuke deel gaan beginnen. Dan gaan we stempelen. Ik pak één witte kaart. En hier ga ik mee aan de slag met de Sheet Music. De Sheet Music is een grote achtergrondstempel. En ik wil jullie graag een trucje laten zien. Ik moet hem maar even vastklikken. Hoe ik die achtergrondstempel makkelijker... Dit is zo'n groot ding om in je hand te houden. Hoe je hem zeg maar makkelijker kan stempelen. Ik stempel hem even één keer af. Dan leg ik mijn stempel zo neer. Ik plaats mijn blaadje erop. Deze kant... Recht. Vervolgens vouw ik mijn blad om, mijn klapblad zeg maar, en dan ga ik zo wrijven. Zo. Eén stempelafdrukje en dat herhaal ik nog een keertje met die andere ook. Ik zie nu dat hij op zijn kop ligt, dus ik draai hem even om. Weer even een keertje afstempelen. Plaatje erop en wrijven maar. Zorgen dat alle hoekjes ook goed bedekt zijn. En dan is die zo klaar. Deze achtergrond kan even aan de kant. Wat ik dan ga doen is met de Timeless Textures ga ik met Soft Suede inkt een randje maken. Hiervoor heb ik eens even kijken, dit randje gebruikt. En dan kunnen we een mooie, beetje gevaagde rand maken, zeg maar. Wat ik nu doe, is ik plaats niet heel de stempel erop, maar een klein stukje. En zo ga ik even heel mijn plaatje rond. Dat is misschien een beetje weinig. Zo, en dan draai ik hem om, want hier heb je een beetje een vlakkere kant. En dan maak ik nog een soort van extra randje. Zo, dat is één. Dat doe ik bij die andere ook eventjes. Draai hem weer om. Het mag een beetje grungy uitzien. Eens even kijken, wat hebben we dan nog nodig? Stipjes. Ik ga eerst met crumb cake even de randjes sponsen. Deze kan weer even dicht. Hiervoor gebruik ik een sponsduibertje. En dan ga ik met dat sponsduibertje nog eventjes de randjes aanzetten in crumb cake. Zodat je een beetje een verweerde look krijgt, of net of het een beetje wat ouder is. En als je papiertje dan in Very Vanilla zou nemen, dan heb je natuurlijk helemaal zo'n ouder effect. More, we're gonna grow, grow, grow. Come on, let's put on a
watch go and watch it go, go, go. I was moving right along, living fast asleep, waiting for life to wake me. When all of a sudden I realize all of the beauty in front of my eyes. When I take life and see it as art, I take my passion and share it from the heart. Imagine the things that I can do. Dan ga ik Wie zoet is krijgt lekker stempelen. Dat doe ik met Real Red Ink. En ik doe ook meteen van Sins. Dan kunnen we dit uit gaan ponsen met de labelpons. Een beetje uitlijnen. 1. Ook hiervan ga ik de randjes sponsen. Ik dep een beetje op mijn inktpad en er ook weer af. Dat ik niet meteen de volle laag op mijn blaadje krijg. Zet ik nog eventjes de randjes een beetje aan. I was moving right along, living fast asleep, waiting for life to wake me. When all of a sudden I realize all of the beauty in front of my eyes. When I take life and see it as art, I take my passion and share it from the heart. Imagine the things that I can do when I love what I do, so I share with you. Oh, on my way up, cause it's up to me, growing in a field of possibilities. And I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's put on a show and watch it grow, grow, grow. Dan kan ik hier kijken en leg ik deze even hier op, want dan weet ik waar ik ongeveer mijn spettertjes wil hebben. Deze komen ook weer uit de Timeless Textures. Ik heb hier een beetje vlekjes, dus dan gooi ik gewoon wat spettertjes op. Maak hem net even wat anders. Zo. Daar moet hij heen. Dus even kijken, dan pak ik die rode matjes erbij. En mijn... En dan kunnen we alles in elkaar gaan zetten. Ik heb onder deze labels heb ik een lintje gespannen. Dat ga ik jullie ook laten zien. Maar ik ga eerst de kaart op het rode matje plakken. Eerst die doen. En dan kan die hier op. Dat kunnen we met deze ook alvast doen. Open, voorzichtig openvouwen. Je wil niet dat dit gaat vouwen. Eigenlijk misschien beter die dingen er vast in doen.
weer kan doven. Zo, dan pakken we het lint erbij. En wat ik heb gedaan is, ik heb zeg maar het lint zo neergelegd. Ik heb dimensionals gepakt. Kijk waar heb ik ze. Zo, dan kan ik hem hier vastzetten zo. Hou andersom. Dus wel even goed kijken welke kant die moet heen moet, zeg maar zo. Zo, en dan kan je hem om je vinger heen een bochtje laten maken naar de andere kant. Dan zet ik hem hier ook even vast met een dimensional. Ik wil dadelijk toch dimensionals gaan gebruiken. Dus ik gebruik mijn dimensionals nu eigenlijk ook om mijn lint vast te zetten. Zo. En dan van deze kant kunnen we ook weer een lusje maken naar die kant. En ook dit zet ik weer eventjes vast. Recht zitten. Zo. Mis mijn pincetje. Het is eventjes een gedoetje, maar dan heb je wat. Ze wil niet helemaal zoals ik wil. Zo. Nou. Ik heb een beetje plakvingers van de Tombow, dus nou blijven ze de hele tijd aan mijn vinger plakken. Komt zo wel goed. Leg dus niet de hele tijd je vingers op die dimensionals, want je plakt alle kanten op. Weer even goed. Kom op, je kan het. En dan kunnen we hem zo in positie opplakken. Nou vind ik die nog niet zo helemaal lekker zitten. Dus die doe ik nog even zo. En die knip ik ook nog een beetje korter. Zo. Dat is vast één. Gaan we het nog een keer proberen. Kijken of het me nu beter lukt. We moeten weer aan deze kant beginnen. Ik ga het kijken of het met mijn pincet beter gaat. Zo, dat is één. Dan ga ik hem weer met mijn vinger zo omrollen. Niet te veel uitsteken. Klein stukje is genoeg voor het effect. Dit zetten we ook vast. En dan doen we dat aan die kant nog een keertje. Dan vouw ik hem weer rond. Dan heb je als het ware een soort banner onder je label gemaakt. Pakken we die nog even vast. Je kan het natuurlijk ook met gluedotjes vastzetten. Maar aangezien ik toch dimensionals ga gebruiken, kon ik net zo goed alvast wat dimensionals opplakken. Dat scheelt weer. En die ook even afknippen. Ik wil liever niet dat dit ingedeukt wordt, dus ik vandaar dat ik er zoveel dimensionals op plak. Anders heb je kans dat er hier bijvoorbeeld een deuk ontstaat en dat wil ik niet. Goed, gaan we weer eventjes in positie leggen. En dan is je chocolade tractatie voor de Sinterklaar. Ik maak hem nog even iets verder af met een paar plakstenen. Een kleine knipoog naar de Zwarte Piet.
plak er nog wat zwarte plaksteentjes op. Dat is natuurlijk omstreden, hè, tegenwoordig, die Zwarte Piet. Zo. Dus ik vond het wel leuk om daar een knipoogje naartoe te doen. Ik hoop dat je het een leuk projectje vindt. De reageerbuisjes zijn echt leuk. Je kan er allerlei leuke doosjes en tractaties mee maken. Ze staan in de herfst-wintercatalogus. En ze zijn dus zeker nog bestelbaar tot begin januari. Mocht je ze leuk vinden, wacht dan niet te lang met bestellen. Want ik weet niet of ze meegaan naar de nieuwe jaarcatalogus. Nou, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Graag tot de volgende keer. Tot stempels. If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.